Het is zo dat uh, in de nacht van 19 op 20 juli is er een cyberaanval geweest. Uh, we hebben dat eigenlijk gemerkt uh, op 20 juli bij de opstart van computers en telefonie: dat we gehackt waren. Uh, cyberaanval. Dus. Um een, een lek eigenlijk. Uh, we hebben pas uh, vorige week kunnen detecteren uh, over welke gegevens dat eigenlijk gaat. De gegevens waarover het gaat zijn afkomstig van het OCMW. Het betreft persoonsgegevens van mensen die ooit een vraag gesteld hebben aan het OCMW, een premie hebben aangevraagd of voor een andere reden hun gegevens achtergelaten hebben. Die gegevens staan online, maar schepen Lamartijn nuanceert. Die zijn online te vinden, maar daarvoor moet je al enige deskundigheid aan de dag leggen om dat eigenlijk uh, te kunnen detecteren uh, en uh, opsporen. Het gemeentebestuur roept nu op om extra oplettend te zijn voor phishing. Als er mails komen van de gemeente met vreemde e-mailadressen, rekeningnummers die gewijzigd zijn, dus alle zaken die afkomstig zijn van het bestuur van Maldegem, goed in de gaten houden. Als je denkt slachtoffer te zijn geworden, kan je contact opnemen met de gemeente. Het is zo, als er vragen zijn, dan kunnen ze bellen naar een centraal nummer of ze kunnen ook mailen. Ze zullen zich wel moeten identificeren. De mensen aan de lijn zullen dan de nodige stappen zetten, de nodige identificatie, om dan af te alle gegevens voor deze mensen door te spelen en ook de nodige vragen te beantwoorden. We hebben ons als gemeente daartoe de afgelopen week opgeorganiseerd.